Welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een testvideo. Ik ga vandaag namelijk de steampot van L'Oréal testen. Dat is de limited edition versie, namelijk van de kerstcollectie. Dus super tof. Het is dus een rode steampot en ik vind de verpakking echt super mooi. Dus ik ga jullie niet langer in spanning houden en ik ga gewoon beginnen met deze video. Dus veel plezier met kijken. Ik ga jullie eerst en vooral gewoon de verpakking laten zien van hoe dat is toegekomen. Het is dus toegekomen in deze mooie rode doos. En ja, dat past echt wel super hard bij de steampot. En ja, het is echt gewoon super mooi, vind ik zelf. Het is gewoon een ideaal kerstcadeau en ik was er heel blij mee toen ze mij vroegen om het te testen. En dan ga ik nu gewoon de steampot er even bij nemen. Zodat we kunnen beginnen met het stijlen van mijn haar. Ik heb namelijk al redelijk stijl haar, maar het is toch zo af en toe zit er zo golfjes in. Of ja, het is gewoon niet echt kaarsrecht en mooi glanzend. En daar zorgt de steampot ook wel voor dat uw haar mooi glanzend is en glad is. Dus dat gaan we nu doen. Dit is dus de steampot. Allee, dit is echt de stijltang van de steampot. En ik vind deze echt super mooi uitzien. Helemaal rood is dat. En ja, hij glanst ook super mooi. En er zitten ook van die, langs deze kant zitten er van die ledlichtjes in. Dus als je hem insteekt en als je gaat stijlen, dan branden die. Dat is echt super mooi. Uit deze gaatjes komt dan de stoom. En er zit ook nog een kammetje bij. Wat ik ook heel handig vind. Omdat ja, je haar dan nog eens extra gekamd wordt voordat je erover gaat met de warmte. En ja, dat alle knopen eruit zijn, dat is dus wel heel goed dat ze dat hebben gedaan. En dit is dus de stijltang. Ja, verder zijn hier de knopjes om het, ja, de hitte te verzetten en om het aan en af te zetten. En dit is dan ook echt de steampot. Ik heb hem al gevuld met water, zoals jullie kunnen zien. Ik heb hem niet op maximum gevuld, maar ja, dat kan je dus wel doen. Je kan het één keer vullen op maximum, kan je hem een aantal keren gebruiken. En het is dus gewoon heel makkelijk. Dit dingetje gaat dus open en dan kan je er gewoon water in doen. Ik heb in het begin deniwater gebruikt, dus water waar geen kalk in zit en waar alle dingen dus zijn uitgehaald, zodat het apparaatje proper blijft, maar de laatste keer heb ik gewoon normaal water genomen, omdat we thuis toch een ontkalker hebben, waardoor al het water proper gemaakt wordt. Dus ik heb er geen problemen mee. Dus het gaat zo open en dan is het heel makkelijk om er gewoon water in te doen. Bij deze steampot zaten ook twee productjes. Een soort van melk, zo'n soort van melkachtige structuur. Voor je haar niet te beschadigen. Dat is deze. En die moet je alle twee aanbrengen voordat je je haar gaat stijlen. En dit is dan een serum. Dat is dus een olieachtige structuur. En dat moet je ook aanbrengen voordat je haar gaat stijlen. Dus dat is wel super goed dat ze het erbij steken. Omdat je, ja, het is gewoon specifiek voor steampot. Dus het zal ook wel goed zijn werking doen. Ik heb het ook al een paar keer gebruikt en getest. En ik vind echt wel dat je... Ja, zeker met deze ben ik heel blij, omdat mijn haar er heel goed van gaat blinken. Alleen zeker de puntjes zijn heel glanzend hierdoor. Dan ga ik nu de melk en de serum aanbrengen. Ik had mijn haar al in twee verdeeld. En dan breng ik het gewoon aan in de lengte van mijn haar. En zeker op de puntjes, zodat deze goed beschermd zijn tegen de hitte. Een steampot is natuurlijk ook wel veel beter dan een stijltang. Omdat je haar hierdoor minder beschadigd wordt en zo. Maar toch is het natuurlijk wel altijd heel belangrijk om nog steeds je haar te beschermen tegen hitte, omdat er nog altijd hitte van afkomt natuurlijk. En dan ga ik nu het serum aanbrengen. Ook weer goed in de puntjes. Ziezo, daar heb ik nu het serum en de melk aangebracht. En dan gaan we nu beginnen met het stijlen. Ik heb net de steampot aangezet. En zoals jullie misschien kunnen horen, maakt de steampot ook geluid. En er is net een lichtje gaan branden, zoals jullie kunnen zien. Dat brandde daar juist nog niet. En ik heb hem op 200 graden gezet. En zoals jullie kunnen zien is het nog aan het warm worden. Oh, daar komt net stoom uit. het is nog aan het warm worden tot 200 graden. Als het blijft staan, het lichtje, dan... Ja, het is dus 200 graden dat er staat. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik denk het niet. Maar als het blijft staan, dan wil dat zeggen dat de steampot is opgewarmd. Tot 200 graden. Daar komt nu heel veel stoom uit. En ja, hij blijft staan. Dus dat wil zeggen dat de steampot klaar is om te stijlen. Dus dat gaan we dan nu ook doen.
ik heb nu één kant gedaan en ik weet echt wel dat je het verschil goed kan zien. Deze kant heb ik dus gedaan en voelt heel zacht en ja, zo smooth en zo aan. En ja, deze kant heb ik nog niet gedaan en is nog een beetje kulderig. Dus daar gaan we iets aan doen. Dus ik ga deze kant nu ook stijlen. En dan zie ik jullie zo terug als ik het heb gestijld. Voilà, nu zijn mijn beide kanten gestijld. En ja, ik vind het echt super goed. Ik vind het resultaat echt heel mooi. Ja, mijn mening, ik vind dus de steampot echt fantastisch. Ik vind het zelfs beter dan de gewone stijltang. Ten eerste omdat je haar er niet zo kapot van gaat. Of toch ja, een heel stuk minder kapot van gaat dan van een echte stijltang. Het werkt ook heel gemakkelijk met het kammetje dat er ook bij zit. En door de stoom dat eerst op je haar komt, vind ik ook dat je haar veel sneller stijl wordt dan als je echt zo gewoon een stijltang gebruikt zonder stoom. Dan moet je echt zo een paar keer erover gaan soms voordat het stijl wordt. Maar door middel van de stoom is je haar een beetje bevochtigd en wordt het veel sneller stijl, heb ik het gevoel. En dat vind ik ook wel heel goed eraan. En ja, de verpakking is echt gewoon helemaal kerstmis en zo, oh, zo mooi. Ik ben er echt heel tevreden mee. En ik kan het echt iedereen aanraden. Ik heb ook een vriendin die echt heel veel krullen heeft. En toen dat zij naar mijn thuis kwam, heeft ze haar echt op een kwartier helemaal stijl gekregen. Terwijl ze normaal gezien echt meer dan een half uur aan bezig is. Dus ja, ze was er ook echt over te spreken. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, of als jullie denken van, oh, dat kan wel een goed kerstcadeau zijn, of als er nog iemand jarig is of zo, you never know. Ga dan zeker eens een kijkje nemen op de site van L'Oréal, want daar staat de steampot op te koop. En dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe zeker een duimpje omhoog als jullie hem tof vinden. En ja, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super fijn vinden. En dan zie ik jullie terug in een volgende video. Bye!